Waarom is elke Pokémon die ik heb flying? Misschien omdat ik de Air Nation heb, maar verder weet ik niet waarom dat is. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatalok met Sander van Gaming SB. Wat zou die vandaag weer gedaan hebben? Ja. Ja. Ja, dat zal je tegenvallen dit keer. Ja. Het valt me altijd tegen. Ja, jij wilde direct door. Ja, dat heb ik dus een goede keuze gemaakt. Dat is goed om te zitten. Nou, vond je mijn vorige intro niet leuk? Of die met Litten, of die met Fox, of die met Simon. Ja, het was hartstikke leuk. Klonk het een beetje gemeend? Nee. Nee. Nee, het is hartstikke leuk, Sander. Met de goede jongen. Nou, dat klopt ook. Ja. Godverdomme. Dat is niet zo heel lief. Het is een goed begin van de aflevering. Tjoo, wat een bitch. Een magnetrische trick. Laten we zo'n body slam doen, aangezien dat de enige aanval move is die ik heb. Dilly, ja, een sleep talk, dilly. Maar dat telt niet. Want ik ben niet in sleep. Niet? Oh. Nou, wel close to hoor, maar... Elektrische Pokémon zijn echt een probleem voor mij. Dat herken hij gaat ik. Nu echt alleen recht voor mijn huis staan. Die ijskommand gaat nu echt recht voor mijn huis staan. Oh, hallo IJskommand. Hoe is uw dag? Serie. Wat een tyfuserie. Ja. Vroeger was het nog gewoon zo'n bel, weet je wel. Gewoon pling, pling, pling. Ja. Maar nu is het echt tyfuserie. Wat is het nu? Tyfuserie. Oh. Dat is het enige juiste woord. Ik kan me niet zo daar zo gauw eventjes een geluid bij verzinnen, maar oké, ja. Nou, Simons intro. Een beetje van dat kaliber. Ik heb dus echt geen idee welke kant ik op moet. Ja. Je doet heel verbaasd en dat vind ik een beetje raar eigenlijk. Ja, dat is waar, want jij bent wel van de niet weten welke kant je op moet. Maar jij bent wel in hetzelfde gebouw als ik. Dus het komt helemaal goed. Ja, maar nee, niet weer die. Dan doe ik weer hetzelfde natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Oké, ik moet haast wel deze kant op. Nee, niet. Hebben de oude Pokémon alleen maar rondjes. Ja, elk rondje is anders. Ja, nou. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Oh, wacht, kun je hier langs? Nee. Hé? Oké, je moet sowieso naar links. To the left, to the left. Dan moet je nog meer naar links. Ja, oh, je moet... Nee. Zo werkt dat helemaal niet, joh. Je moet gewoon... Oh. Sander heeft struggles. Ja. Nee, kijk. Dit is ook niet goed. Oké. Hier, jonge vuile Golbat. Het moet haast wel, maar hier loopt het ook dood. Nee. Starivia! Ja, maar als ik tegen haar praat, dat is hartstikke leuk. Nu ga ik vechten en zo, maar dan kom ik niet aan de overkant. Of ze moet die spannen, maar dat lijkt me sterk. Ja, dat lijkt mij ook sterk. Ja, dus nu heb ik een battle gedaan die helemaal niet had gehoeven. Zet. Is niet erg, Sander, kan gebeuren. Nee, maar dan verlies ik weer zo'n Pokémon... Ja, dat is waar. Die kans is wel een stuk groter nou, ja. Ja, hoe meer battles je doet... Aan de andere kant, hoe minder battles je doet, hoe minder XP je ook krijgt. Dat is zeer zeker waar.
Maar Tiana, je bent neer. Het. Ik vind het zo raar dat dit lijkt echt op zo'n heel apart wijfie. Dus dan denk je, nou, dat is de grote kant. Mm-hmm. Maar nee hoor, want je kunt niet verder. Dat is zeer zet. Ja. Leopard. Irandra. Doe je drakenklauw. Grauw. En Dredigon is near. Kijk kapot ook? Wat? Is hij kijk kapot? Steen kapot wel, maar kijk kapot. Lul. Sander Mignon. Oh, I let you pass. Het. Wat is dit voor weak? Weak. Zwak. Klaar in een Pokémon battle, ik mag gewoon doorlopen, dat had ik nooit verwacht. Dan was de battle niet nutteloos. Nee. Oh. Heb ik het verpest? Nou. Staat hier nog een admin, maar ik wil niet tegen nog een admin. Oh, doe nou niet, die flagrant. Swallowed. Waarom steeds zo'n Swallowed? Die ken ik nu wel. Ik wil geen Swallowed. Maar ik wil geen Swallowed. Die staat. Ik heb ook niks tegen poison. En dat is niet zo chill. Ik moet er gewoon doen. En ik intimidate de houndoom. Snap ik ook wel. Als ik een hond uit de hel was, zou ik ook wel geïntimideerd zijn voor jou. Precies. Weer zo'n Leopard. Gast, wees eens origineel met je Pokémon. Echt hoor. Het is toch niet voor niks een evil team. Die zijn nooit origineel met een Pokémon. Dat is waar. Alhoewel vind ik Arbok, Keknia, Victory Bell en Licky Tongue aardig uniek hoor, maar. Mhm. Het is niet een team die je heel vaak tegenkomt. Nee. Omdat het trash Pokémon zijn. Dat klopt. Al zijn ze wel leuk. Nee, gewoon trash. Een lammerwerper op je gezicht. Hutsenfluts. Oh, een computerruimte. Oké, dit is goed, denk ik. Oh, ze zijn gemaskerd. Doe even de masker af. Ja, maar dat zijn Dexio en Cynia, geloof ik. Of Dexio en nog wat. Dat weet ik niet. Oh, fijn. Ik heb revives gekregen. Die mag ik dan gebruiken op Pokémon in de PC, toch? Die dood zijn of niet? Nee. Oh, dat dacht ik dat zo werkte. Jammer. Dan heb je zeker nog nooit een Avatar Lock gespeeld, Sander. Ja, nee, ik zag gewoon een excuus. Oh. Oké, maar wat nu? Oh, hier is ook nog een gang. Stel je voor dat ik dus ook nog steeds daar ben, zeg maar. Nog steeds in dat gebouw. Nog een revive, laat me met rust. Ik wil goede items. Goede items doen ze niet aan, Sander. Ja, ik moet waarschijnlijk gewoon met die gas vechten. Ik moet even een ander Pokémonnetje voor mijn team kiezen. Oh, een Leopard. Oh, die heb ik nog nooit gezien, joh. Kun je die alsjeblieft in de thumbnail doen? Nee, want geen van ons heeft een Leopard, Sander. Zo werkt dat. Oh. Ja, maar jij was door al je Pokémon die je kon gebruiken heen. Ja, maar nu niet meer. Want ik kies nu weer een nieuwe Pokémon voor in mijn team. Waarom is elke Pokémon die ik heb flying? Misschien omdat ik de Air Nation heb. Maar verder weet ik niet waarom dat is. Heavy Slam. Zal ik Pinsir pakken? Ik pak Pinsir. Oh, dat is een Steel. Nee, ik heb al een Bug Pokémon. We pakken geen Pinsir. Oh,
Charmander en dan kan is ik ook wel pakken. Verleidelijk. Misschien Jan wegdoen. Maar Jan kan wel heel erg helpen. Ik wist niet dat ik mijn Snorlax zo had genoemd. Hoe heb je je Snorlax genoemd? Sander. Waarom? Ja, dat snap ik ook niet. Daarom moest ik lachen. Jij bent echt niet te geloven. Oh, flamethrower. Ja, let's go. Ja. Boggers. Smok. Je kan de tering krijgen. Zo. Dat is niet heel lief. Oh. Sorry, Smok. Spijt. Vergeef me Smok, alsjeblieft. Dat zal nooit gebeuren. Nou, en dan... dan neem ik het ook niet terug. Dat is te laat, je hebt het nou al terug. Nee, ik tering, Smok. Wajo, ik kan de plot op, volgens mij. Mighty Anna, oh, die heb ik ook nog nooit gezien. Wow. Machtige hyena. Dat was sarcasme, trouwens. Oh, vertel het er nog even bij. Ja, ik denk dat heb jij niet door. Och, nu krijg ik een cutscene hoor. Dat gaat even duren. Dat gaat even duren, mijn jong. Ja, dat kan. Nee! In theorie zou ik Xerneas ook mogen gebruiken. Wie? Xerneas. God, doe nou niet. Nee, dat ga ik ook niet doen. Hé, hey, ja, ik mag die andere gebruiken. Dat klopt. Maar ja, die zit niet in de game, want je speelt X. Ja, maar ik had geen eieren om. Dat is niet eerlijk. Dat telt niet. Ik mag hem in cheaten. Nee, te laat. Vind ik... Te laat. Nee, nee. Green ninja. Zo'n grijze ninja. Ik snap hem, ik snap hem. Waarom heb ik hem niet zo genoemd? Ja, omdat jij weer een kutnaam moest geven. Nou, ik vind best wel eens een hele leuke naam voor een Greninja. Alleen hij heet Squirtle, want hij evolueert niet mee met de naam. Hé, Sander, vraag je, hè? Ja. Heb je eigenlijk al een keer gestreamd sinds je affiliate bent? Nee. Oef. Jij ik dacht van, ik haal die affiliate binnen en dan is het klaar. Nee. Nee, ik heb gewoon... Dus dat ik zoveel heb zitten streamen de vorige weken, ja, heb ik is mogelijk iets drukker. Nee, dat ligt niet daaraan, maar ik heb het wel druk met school. Daarom wilde ik toen ook heel graag die affiliate, want hier was ik dus ook bang voor dat als het einde van de periode kwam, dat ik het weer heel druk zou hebben. Ah, ik snap het. Maar goed, ja, ik heb wel een heel leuk idee voor de stream als ik terug kom, ja. Alleen... 24 uur stream? Nee. Ik wil een stream gaan doen waarin ik games speel die draaien om geld en zo. Want ik ben natuurlijk big money man. Ik kan monies harken. Dus dat was een beetje het idee. Maar alleen, ga je spelen dan Monopoly? Nou, dat is wel een goeie. Nou, daar zat ik vooral mee. Met wat zou ik dan gaan spelen? Maar... Een coindozer. Dat is ook een goeie. Mario Party. Ja, precies. Allemaal dat soort games, dat lijkt me leuk. Om gewoon, ja, gewoon geld binnen te harken. Ja. In hoe zowel is, de game als in real life. Hoe vind je Lady Layton? Ja, wel leuk. Ik heb tot nu toe, ja, ik heb dus niet heel veel gespeeld. Maar tot nu toe wat ik heb gespeeld, wel leuk. Oké. Goed bezig. Dus. Maar, ja, is wel leuk. Gewoon heerlijk puzzeltjes. Puzzeltje hier, puzzeltje daar. Ja, precies. Puzzeltje overal. Ik heb wel het gevoel alsof de puzzels iets minder moeilijkheidsgraad hebben. Ja. Maar... Dat maakt in principe niet uit.
Ja, misschien komt dat nog later in de game. Ik kan me dat niet zo goed meer herinneren als ik heel eerlijk ben. Ja. Nou ja, hoe ver ben ik in de game? Dus dat zou er ook mee te maken kunnen hebben, hè? Ja, op zich. Ik heb nog maar één task voltooid, zeg maar. Dus... Oh, en dan moet ik tegen die Vlaanderen hoog. Oké, hier staan twee van die admins. What the fuck? Wat is het voor dialoog? Ja, we doen twee admins en die zeggen dan allebei 5 keer huh tegen elkaar. Ja, nee, dat is... Ja. Misschien dat dat helpt anders. Geen plan. Nee, daar gaat het 10-jarig jochie denken. Nee, nu kan ik niet. Het kan niet langer. Ik moet hier weg. Ze zeggen huh. Huh? Ja. Snap jij het, snap ik het. Aha. Nou, ik niet in ieder geval. Ik moet tegen een Crobat. Hé, ik ben geheeld. Oh, wacht, ik heb mezelf geheeld. Laat maar. Wow. Hoe kan dit? What the fuck? Huh? Wat? Leg uit. Zijn dus niet zo lullig? Ik doe hier tegen een van de laatste bitches van dit complex vechten. Die zijn gewoon moeilijk. Ja, dat geloof ik direct. Hoezo is het niet super effective? Drapion is toch dark? Ja, maar je deed fight of zo? Ja. Ja, dat had ik ook. Fight is niet super effective omdat je ook poison is. Oh, dit gaat niet goed. Wacht, is fighting not very effective op poison? Ik denk het. Wat? Ja, ik ben dus altijd redelijk slecht in wat not very effective is, zeg maar. Ik weet wel wat super effective is over het algemeen. Nou ja, nu de... Bij sommige dual typings dus niet, maar over het algemeen weet ik dat wel, alleen... Yeah. De not fair effects vind ik altijd iets lastiger. Maar dat zijn er ook zoveel. Die Crobat is echt sterk, what the fuck. Ja. Maar hij is wel dood. Flinch, doe eens even niet, Snorlax. Nu word ik boos. Nee, grapje. Ik hou van je. Bardo, het is vergeven. Wanda. Cure of paralysis. Oh, dan werkt je Sucker Punch niet lekker voor je. Bitch. Lee Bart. Ik vind... Deze admin vind ik wel origineel. Omdat hij een Lee Bart heeft? Ja. Nou, ik moet ja, die vorige was niet zo origineel. Die had een Manectric en nog eentje. Hmm. Oh, een Bisharp. Oh, wacht eventjes hoor. Die Pokémon ben ik nog nooit tegengekomen, toevallig. Nee, die ben ik oprecht nog nooit tegengekomen. Dus die moet ik echt even opletten. Ik denk dat een vechtende aanval het goed zal doen. Ik denk dat zo'n fire-trouwer het goed doet. Ook. Ja, dat werkt wel, ja. Maar zo'n vechtige aanval is toch gewoon keer 2. Ja, maar zo'n vurige vlammenwerper, die is ook keer 2. Durf ik dit of niet? Ik Jawel. Denk dat ik nu mijn doodvonnis heb getekend. Nee! Ik denk het wel, hij leeft net aan. En mijn defense viel en het superpower, ja. Welke gaat yep, neer? Staraptor. Ja, dat was dom van mij. Ik wist het eigenlijk al voordat ik het deed. En toch deed ik het. Waarom deed je het dan? Sorry. Nee, niet naar onder. Nee. Oh, wat dom dit. Dat was niet de bedoeling. Ik weet je waarom Nuzlocke gewoon niks voor mij is? Ik wil niet te veel nadenken, snap je? Ik wil gewoon doen. Ik wil gewoon, ja, volgende aanval. Je bent gewoon ongeduldig. Oh, mijn Manectric. Oh, die heb ik nog nooit gezien. Chip away? Oedersloe. Oh nee, ik ben geïdentificeerd. Het is fantastisch. Verschrikkelijk. Snorlax ik deze van, ja, hier is mijn ID-kaart. Ja.
Nou, ik ben weer een Pokémon kwijt, jongens. Het gaat de goede kant op. Tijd toch, je bent mogelijk aan het inhalen. Want ik heb de afgelopen 2 afleveringen 0 devs gehad. En jij de afgelopen 2 afleveringen 2. Gemiddeld 1. Ga nou lullig lopen doen, Sander. Ik noem gewoon de feiten. Jij hebt de afgelopen 23 afleveringen. Nee, ik ga nou niet zo doen, gast. Kom op. Doe eens even lief tegen mij of zo. Sure. Ik hoop dat ik een beetje te zien ben, want... het zonnetje brandt. Maar ik zit ervoor met mijn bakkers, dus dat scheelt. Wat gaan we doen? Zo'n earthquakey? Earthquakey, ja. Zo'n gravity. Oh, dat doet niks. Oef. Nada, nops. Nee, de helft hoor, maar... ik had verwacht dat het een one-hit KO zou zijn. Nee hoor. Dat mocht maar weer eens niet. Ja, oh, hij is dood. Yeah. Een ultimate weapon. Oh nee. Maar daar wil jij echt zo spannend. Over voor. Dat valt wel mee. Ik zit nog steeds in die gore hideout waar jij ook bent. Ja. Yeah. Dus zo ver loop ik nou ook weer niet voor. Ja, maar... nee, Sander. Oh, ja. Een hyper potion, pokeball. Maar dat is wel het enige wat ik hier kan doen. Een hyperige potion. Dat kan wel weer teleurstellend. Moet ik hier naar beneden? Ja, dat is de enige keus. Die gast staat me op te wachten, wat een lullo. Oké, nee, dat is niet... terug naar... Ik zit te denken, moet ik die Ezien op bevrijden of... hoe zit dat? Wat? Nee, ik zit een beetje tegen en de kijkers en tegen mezelf te praten. Oh, ik vecht tegen de Golbat. Nee, maar ik moest tegen de Crobat, hè? Oh, never mind. Weet je nog wat ik zo net zei? Dat zei ik dus eigenlijk zo niet. In je hoofd hoorde je die dingen die er niet zijn. Nee, grapje, ik zei het wel, maar... jij bent een maffende Kees. Nou, maffende Sander, maar een Kees mag ook voor jou speciaal. Dit is de avatalog met Kees. Sander, nu met Kees. Voor maar €19,95. Nou, dan denk ik niet dat iemand dat wil betalen voor mij. Maar goed, dat maakt eventjes niet uit. Dat denk ik ook niet. Staraptor, flikker maar een end op. Doe nou niet zo. Hij heeft je heel goed geholpen. Ja, naar de Galamise. Nou, omdat hij 1 gevecht doodging. Ja. Hoeveel gevechten heeft hij wel niet dat hij een Pokémon doodde van de tegenstander? 2, nee, weet ik niet. Zo lang gebruik ik Staraptor nog niet. Nee, oké, dan heb ik niks gezegd. Dan mag het. Dan mag je lullig doen. Extra Sensory. Oh nee, dat werkt niet, want... Krogunk... is helemaal niet dark. Waarom dacht ik eventjes dat hij dark was? Omdat je een Kees bent. Oh, volgens mij... ik ga eventjes iets doen aan de belichting. Want volgens mij zie je echt amper iets. Het licht is te erg. No. Nee. Zo. En nu komt er geen licht meer binnen. Ik hoop dat het een beetje te zien was. Ik. Dus. Ja, ik hoop het ook. Dat kunnen we de kijkertjes nog niet ontnemen. Nou, ja. Ja.
Ik denk dat de kijkers dat graag ontnomen willen hebben. Wat die denken, jij is eigenlijk die lelijke bakkes van mijn gezicht. Van mijn beeld. Ik snap het wel. Ja. Moet ik dan weer vechten? Godverdomme. Blijf wel vechten. Ja. Ik moet ook de hele tijd vechten hoor, dus... Een magnetische trick. Het is herkenbaar. Of zoals ze dat in het Nederlands zeggen, relatable. Jij bent echt een rare jongen. Moet ik hierin? Ja, waarschijnlijk wel. Ik kan het niet zien, dus doe maar wat. Hier staat wel zo'n admin. Nou, dan zal je daar wel in moeten, hè? Wat denk jij? Ja, dan moet ik op toestaan drukken, toch? Als ik met zo'n admin venster krijg? Ik denk het. Nee. Nou, ik snap hem. Ja, ja, ik snap hem. Ja, ik snap hem. Ik ben wel een beetje teleurgesteld, maar ik snap hem wel. Oeh, Scrafty. Nou, nu zou ik toch wel graag... Heeft even een uur geduurd. Ding nog hé, hey, doe eens niet zo. Sander, doe eens niet zo. Nee, wat was er met Scrafty? Sorry? Nee, nu is het te laat. Nu is het helemaal te laat. Nou. Nee, ik zei die Scrafty. Nu had hij... Staraptor wel handig geweest. Want die had een fight aanval. En dat is keer 4 op Scrafty. Is fighting super effective op fighting? Oh, hij is fighting. Ja, wacht. Nee, ik bedoelde dan eigenlijk een andere aanval. Maar ik weet even niet meer welke. Jij bedoelt zo'n flying aanval. Want ja, maar die is ook niet 4 keer. Die is ook keer 2 natuurlijk. Ja, ik denk dat ik inderdaad in de war was. Het zijn wel allemaal wat is, toch? Precies. Scrafty is hartstikke dood. Ik weet niet wat er bij mij buiten aan de hand is, maar eerst is het een ijskowagen, dan is het een ambulance en nu is het weer een of andere straaljager. Nou, kunnen ze niet allemaal even gezellig optieven? Samen oprotten? Ja. Oh, elevator key. Ja, rot nou maar op. Ik wil weg hier. Ik wil weg hier. Dat boeit me niet wat je te zeggen hebt. Je mag gewoon wel zo'n admin zijn, maar voor mij ben je een nobody. Een ad plus. Nou, nee, dan wel een admin als ik dan tussen min en plus moet kiezen. Oké. Nee, bij plus komt ze echt niet in de buurt. Nu wij allebei niet in een battle zitten, zullen wij de aflevering alvast beëindigen? Nou, vooruit. Oké. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. En dan gaan we volgende week Xerneas bevechten op de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos. Wat jij niet? Jawel, Sander. Kom op, een beetje vertrouwen in jezelf. Oké. Adios.